Goed, dames en heren, jongens en meisjes van groep 7. We gaan vandaag verder met les 11 van dit blok. En daar horen ook weer twee werkbladen bij. Deze werkbladen staan in schoolwerk. En daar kun je ze uithalen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan het hebben over de omtrek. De omtrek zegt het eigenlijk al. Je gaat ergens omheen. De omtrek is dus lengte plus breedte, plus lengte, plus breedte. Daarnaast gaan we het hebben over de oppervlakte. Hoe bereken ik ook alweer de oppervlakte? De oppervlakte was lengte keer breedte. Nou, hier moet je het ook nog gaan omrekenen van oppervlaktes. Als we dan even naar de voorbeelden gaan kijken, dan moet je dus van 15 vierkante decameter vierkante meter gaan maken. Nu is jouw kennis weer heel belangrijk. Oké, hoeveel stappen moet ik zetten van decameter naar meter? Als het goed is, is dat één stap. Maar er komt nu niet één nul bij. Omdat er een tweetje boven staat, komen er twee nullen bij. Dus is het 1500 vierkante meter. Daar moet je dus heel goed op letten. Dit tweetje geeft aan hoeveel nullen er per stap bij of afgaan. Hetzelfde hier. Ik heb twee vierkante decimeter. En ik wil er vierkante centimeter van maken. Ik heb dus decimeter en ik moet naar centimeter. Hoeveel stappen zijn dat op de lijn? Decimeter, centimeter is één stap. Maar omdat er een tweetje staat, komen er dus twee nullen bij of gaan er twee nullen af. Ik ga naar rechts op mijn lijn, dus ik word groter, dus komen er twee nullen bij. Oftewel, het is dus 200 vierkante centimeter. Op die manier ga je steeds opdrachten maken. Eén stap zit er steeds tussen, maar het kan ook best zo zijn dat er twee stappen tussen zitten. Bijvoorbeeld hier. Hier heb ik staan 450.000 vierkante decameter. Dan moet ik van vierkante decameter vierkante kilometer maken. Van decameter naar kilometer zijn twee stappen. Want van decameter ga ik eerst naar hectometer en ga ik daarna naar kilometer. Wat betekent dat ik niet één keer twee nullen eraf ga halen, maar twee keer twee nullen. Dus in die zin ga ik er dus vier stappen naar links. Want ik ga van decameter naar kilometer. Ik ga links op mijn lijn, dus mijn getal wordt kleiner. Als ik dus vier nullen eraf moet halen, hou ik in dit geval dus 45 vierkante kilometer over. Op die manier ga je met deze opdracht aan de slag. Let dus alsjeblieft heel goed op waar staat mijn maateenheid, waar moet ik naartoe, hoeveel stappen moet ik zetten. Daarnaast ga je het berekenen van de omtrek via een schaal met opmeten. Dat staat op het werkblad, zal ik je zo laten zien. Je kan het berekenen met een hokje. En je gaat het weer opmeten. Met andere woorden, je hebt daar straks deze werkbladen voor nodig. Dit is werkblad 13. Wat is de omtrek van de berging? Nou, je ziet hier de foto van de berging, de woonkamer, bijkeuken, tuinkamer. En hier staat de schaal. 1 centimeter is 1 meter. Dus je gaat het opmeten. Hoeveel is hier nu mijn omtrek? En nogmaals, de omtrek is er omheen. Dus lengte plus breedte plus lengte plus breedte. Dan zie je ook nog staan, wat is dan de omtrek van de woonkamer? Wat is de omtrek van de bijkeuken? Wat is de omtrek van de tuinkamer? Dat is de eerste opdracht. De omtrek van de driehoek van dit figuur. En het is allemaal de omtrek. Dus dat is op zich niet zo heel erg lastig. En dat zijn een aantal opdrachten die je dus moet doen. Daarna is er nog een keer een opdracht die heeft te maken met de oppervlakte. Wat is de oppervlakte? En je weet, de oppervlakte is lengte keer breedte. Ook hier 1 centimeter is 1 meter. Dus meet dit op met je liniaal of met en ga kijken hoe je het kan gaan uitrekenen. Dus als we willen weten, wat is nou de oppervlakte van het toilet? Ga kijken, hier is het toilet, lengte keer breedte, dit is ongeveer even zo uit mijn hoofd,
is het denk ik 2 centimeter bij 2 centimeter. Dus is het 2 meter bij 2 meter en 2 keer 2 is 4. Dus mijn toilet is 4 vierkante meter. En op die manier ga je deze opdrachten doen. Let goed op het moment dat je dus een oppervlakte hebt die niet recht is, snij hem af. Je kan hier een lijn trekken. Dan kun je eerst deze rechthoek uitrekenen, dan deze rechthoek. Dan tel je het bij elkaar op en heb je het totale aantal vierkante kilometer. Hier ook, snij hem eerst even af in gedachten. Reken deze rechthoek uit, reken dan deze rechthoek of dit vierkant uit en tel het bij elkaar op. En je hebt je vierkante meters in dit geval. Hier ook, als je hier kijkt, snij hem af, maak er 3 delen van. Eerst deze rechthoek, dan de grote rechthoek en dan weer deze rechthoek en tel het dan bij elkaar op. Ga maar eens mee flink aan de slag. Het is misschien best een lastige opdracht, maar ik weet zeker dat jullie dit kunnen. En als je klaar bent, klik je hem op inleveren. Let wel op dat je eerst even het potloodje uitzet of het pennetje uitzet voordat je de opdracht gaat inleveren. Want dan is het namelijk makkelijker om hem in te leveren via schoolwerk. Mocht het niet lukken, maak dan een screenshot, dan stuur je die door naar mij. Maar eigenlijk denk ik wel dat het moet gaan lukken. En dat is eigenlijk alles wat je voor vandaag moet doen. Dus heel les 11 ga je maken. Er zijn dus 2 werkbladen, werkblad 13 en werkblad 17. Die staan dus in schoolwerk. Heel veel succes en bij vragen hoor ik dat natuurlijk graag. Zet hem op!